Iedereen van harte welkom hier bij de keuring in Diever bij Albert Lux. We hebben hier vandaag 12 paarden te keuren, 8 veulenboekmerries, 3 stamboekmerries en een veulenboek hengst. Mijn collega's vandaag zijn Popke van der Meulen en Piet Bergsma. Good afternoon. We're at inspection at location in Diever with the family Lux. This afternoon we have 12 horses to judge, 8 full bookmares, 3 stud bookmares and 1 full book stallion. We start with number 1. Enjoy the inspection.
De uitslag van nummer 1 is een 11-jarige merrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie met voldoende jeugduitstraling, ook met voldoende ras, zou iets edeler in het hoofd kunnen. Heeft voldoende halslengte, ook een voldoende verticale hals. Is in de bovenlijn voldoende gesloten voor de leeftijd. In het kruis zouden we hem graag iets minder hellend willen zien. Paard heeft droge beenwerk, is iets stijl gekoot in het voorbeen. Het is een merrie die een hele goede stap laat zien. Ook een makkelijke stap, ruim en actief door het lichaam stapt. In draffen draaft hij met een goede houding, met een goed achterbeengebruik. Laat daarbij ook voldoende balans zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. The result of number 1, 11-year-old fullbook mare, height and width is 163, a very youthful mare with sufficient racial type, good vertical neck, is the top line is good, the croup is sloping and can have more length. In the legwork is clean, is a little bit steep in the pastern. The walk is very good with long strides, active and good use of his body. In the trot he has a sufficient uphill trot with a good bending in the hock and a sufficient balance. This mare is taken in the stud book and declared star with a second premium.
Enkel houden we wel lang. Deze kan het. Los. Achter mij bijna. Goed zo. De uitslag van nummer 2 is een 7-jarige merrie met een schofthoogte van 1,64 meter. Een langgelijnde merrie met een mooie voorbeenlengte. Ook een merrie met veel rasuitstraling. Dat komt met name door de lange verticale hals. Merrie kan wel iets edeler in het hoofd, heeft veel behang. Merrie met een mooie lange hals, hebben we al gezegd. Sterke bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Het beenwerk is voldoende droog, zou iets royaler in de hoeven kunnen. Is in het achterbeen toch iets week gekoot. In stap laat hij voldoende takt zien, maar stapt dan met een iets korte pas. Zou ook iets meer ruggebruik kunnen tonen in stap. In draf laat hij een ruime draf zien, ook met voldoende buiging in het achterbeen. Zou ook in deze gang iets meer ruggebruik tonen. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek met een derde premie. The result of number 2, 7-year-old mare, height at withers is 164, a long-lined mare at long foreleg, good racial type, has a long neck, also a vertical neck, can show a little bit more expression in the head, has a good strong top line, especially on the loins. The legwork is of sufficient quality, has a little small hooves. The walk is regular, but he can show more length in his strides. In the trot, he is has a sufficient trot with a sufficient use of his hind leg, but he can use his top line a little bit better in the trot. Today we take this mare in the stud book with a third premium. Yes,
Doorwenden. Goed. Nummer 3 is een 4-jarige merrie met een schofthoogte van 1,64 meter. Het is nog een hele jeugdige, langgelijnde merrie met een horizontale bouw. Merrie heeft ook veel rasuitstraling, met name door zijn edele hoofd en lange hals, die wel toch wel iets horizontaal gesteld is. Merrie heeft een hele lichte hoofd-halsaansluiting, is iets steil in de schouder, heeft een sterke bovenlijn. Heeft wel voldoende lengte in het kruis, maar zouden het kruis liever iets minder hellend zien. Het beenwerk is hard en droog van goede kwaliteit. Ook voldoende in de hoeven. In de stap is hij toch in de pas iets kort. Stapt ook iets gehaast. Gebruikt ook in de stap de bovenlijn niet. In de bewegingsafloop voor is hij toontredend. De draf is voldoende ruim, maar Merrie zou het achterbeen actiever onder de massa kunnen plaatsen. We nemen deze Merrie vandaag op in het stamboek met een derde premie. The result of number 3, 4-year-old mare, height at withers is 164. A youthful mare, horizontal build with a good breeding type. She has a noble head. Light head neck connection, very long neck but a little horizontal. She's strong in her top line. The croup is long but sloping. The leg work is of good quality, clean. In the walk she can show more length in her stride. She is and show more bending in the hock. She is toeing in her forelegs. In the trot, she has a sufficient long stride, but she can bring her hind leg more active under her body. We accepted this mare in the stud book with a third premium.
de uitslagen van nummer 4. Het is de eerste driejarige merrie. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,65 meter. Een hele langgelijnde jeugdige merrie met vele lengte in de hals. Ook met een goede rasuitstraling. Merrie met een sterke bovenlijn, met name op de lenden is hij vrij sterk. Merrie heeft een mooie voorbeenlengte, is horizontaal gebouwd. Het beenwerk zou meer kwaliteit moeten tonen. Is iets hol in het voorbeen ook. In draf waardeert deze merrie zich wel op. Roopt voldoende opwaarts. Heeft ook een goede buiging in het achterbeen. Maar in de stap laat deze merrie op dit moment toch te weinig takt zien. Is ook voor erg toontredend. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere primering moet deze merrie taktmatiger stappen. The result of number 4. The first 3-year-old volboek mare. Height at withers is 165. Very youthful mare. With a very long neck. Strong upper line. Especially on the loins. He's very strong. With a good length in his forelegs. Horizontal build. And a good strong top line. The quality of the legs must be better. Good hooves. In the trot he shows a good uphill trot with a good use of her hind leg. Good bending in the hocks. In the walk she must show more regularity. Today we take her in the stud book with a third premium.
de uitslag van nummer 5. Mary heeft een schofthoogte van 1,67 meter. Een hele grote, ramige Mary die misschien iets jeugdiger qua opdruk kwam. Mary met een mooie, goede voorbeenlengte. Ook een mooie, goede halslengte, verticale hals. Een royale, lange schouder. In de bovenlijn is hij goed aangesloten. In het kruis zouden we toch liever iets minder hellend zien en graag iets meer lengte. Maar Mary is voldoende horizontaal gebouwd. In het beenwerk is hij droog, de goede kwaliteit. Is ook correct gesteld in het achterbeen. De Mary stapt met veel ruimte in de pas. Zou misschien iets actiever door kunnen stappen. Maar laat wel een goed lichaamsgebruik ook zien in de stap. In de draf draaft de Mary opwaarts met veel buiging in het achterbeen, ook met een ruime pas. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 5, height at withers is 167. A long lined mare with a lot of length in her forelegs, with a good vertical neck. Good long shoulder, strong in her top line. The croup is sloping and short. Her legwork is clean and the stances are correct. In the walk she shows long strides, but she can show a little more bending in her hocks. In the trot she shows an uphill trot with good bending in the hocks. Today we take this mare in the stud book and declare her star with a second premium.
Nummer 6 heeft een schofthoogte van 1,64 meter. Een grote ramige merrie die iets vroeg rijp aandoet. Wel met een voldoende rasuitstraling. Ook een voldoende verticale hals die toch iets de nek mist. Heeft een vrij stijlschouder. Is voldoende gesloten in de bovenlijn. Heeft mooie brede lenden ook. Een voldoende lang kruis wat toch wel iets hellend is. Het beenwerk is voldoende droog, ook met royale hoeven. Merry is gehoekt in het achterbeen, ook weekgekoot achter. In stap is deze merrie vrij kort. In de pas moet in de stap ook meer takt laten zien. Hetzelfde zien we eigenlijk wat terug in de draf. Merry heeft een korte draf met een te hoog ritme. We nemen vandaag deze merrie op in het stamboek zonder premie. The result of number 6, height at withers is 164. A mare with a good racial type, a vertical neck, a little bit a steep shoulder. She's strong in her upper line, with a sufficient length in her croup, but a little bit a sloping croup. The legwork is clean. She has good hoofs. She's sickle-hocked in her hind leg. Also weak in the pasterns in her hind leg. In the walk, she must show more length in her strides and more regularity in the walk. In the trot, she must show more power, more bending in the hock, and she's trotting with a high rhythm. We take this mare in the stud book without a premium.
komen. Goed zo, braaf hoor. Kom maar.
maar. Kom maar. Kom maar. De uitslag van nummer 7, Mary met schofthoogte van 1,69 meter. Een langgelijnde jeugdige Mary met een hele lange voorbeenlengte. Ook een Mary met voldoende rasuitstraling, wel een iets lang hoofd. Heeft een hele lange hals, een iets stijl schouder, maar wel weer met een hele goede bovenlijn. Ook een goede lengte in het kruis. Beenwerk is voldoende droog, is wel iets gehoekt in het achterbeen. Heeft beenwerk met royale hoeven. In de draf is deze Mary heel ruim, met een goed achterbeengebruik. Zet het voorbeen ook ruim weg. Laat voldoende lichaamsgebruik zien ook in draf. In stap daarentegen is de Mary toch iets kort, mist daarin de kracht. Maar door de goede draf en de goede bouw wordt deze Mary opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. The result of number 7, height and width is 169, a long-lined, very youthful mare with a long vertical neck, good racial type, long in her forelegs, it's a little bit steep in the shoulder with a good strong top line, also very much length in her croup. The legwork is sufficient. She's a little sickle-hocked in her hind leg, good hooves. In the trot, she shows a good use of her hind leg and good power in the trot. In the walk, she's a little short and she must show more bending in the hock. But because of the good trot and the good build of this mare, we declare her a star with a second premium.
Ho. Stop. Uitslag van nummer 8. Mary heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Mary met een voldoende rasuitstraling die wel iets edeler in het hoofd kan. Heeft een voldoende lengte in de hals. Ook een voldoende lichte hoofd-halsaansluiting. Mary zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Heeft ook een Mary die vrij stijl in de schouder is. Mary heeft wel een sterke en gesloten bovenlijn. Beenwerk wat voldoende kwaliteit heeft. Ook correct gesteld is verder in het achterbeen. In stap moet deze Mary toch meer lengte in de pas tonen. Mist ook de buiging in de sprong. Moet actiever doortreden in het achterbeen. De afloop van het voorbeen is toontredend. In draf laat deze Mary eigenlijk hetzelfde beeld zien als in stap. De draf is kort. Zonder mist erbij ook de buiging in het achterbeen. Moet het achterbeen ook directer onder de massa zetten en meer lichaamsgebruik tonen. Deze Mary nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of number 8, height at withers is 162. Mare with a sufficient racial type, she can be a little bit more noble in her head, has a good long neck, also a light head-neck connection, is a little steep in the shoulder, has a strong upper line, the legwork is clean, and the stances of the legs are good. In the walk, he shows must show more length in his in her strides and must show more bending in the hock. In the forelegs, she's towing in. In the trot, she is must show more length in the strides, also more bending in the hock and more use of her body. This mare we take in the stud book without a premium.
maar. De uitslag van nummer 9, een 8-jarige stamboekmerrie met een schofthoogte van 1,67 meter. Een merrie met veel ras, die ook veel front toont. Met een goede voorbeenlengte, ook een lange hals, maar die wel iets de onderhals erop drukt. Zouden we in het hoofd nog wel iets edeler willen zien. Schouder is iets stijl. In de rug zouden we hem toch iets meer gesloten willen zien. Merrie heeft ook een hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is wel iets weekgekoot in het achterbeen. In de stap, deze merrie laat een goede stap zien met een goede lange pas. Ook voldoende in de buiging en een goed lichaamsgebruik. In de draf zien we dit echter niet terug. Hij moet in de draf is hij erg gehaast. Ook mist daarbij het ruggebruik. Heeft wel een voldoende buiging in het achterbeen. Vanwege de goede stap en de goede rasuitstraling krijgt deze merrie vandaag een derde premie. The result of number 9, an 8-year-old stud-book mare. Height at withers is 167, a mare with a good breeding type, long vertical neck. She can have a little bit more expression in her head. Her upper line is sufficient. She has a sloping croup. The legwork is sufficient. In the walk, she shows a good walk with long strides and sufficient bending in the hock, and also a good use of her top line. In the trot, she shows a little higher rhythm and can show more use of her back. She has sufficient bending in the hock. Because of the good walk and the good racial type, this mare gets a third premium.
De uitslag van nummer 10. Een vijfjarige stamboekmerrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie die door zijn onedele hoofd toch wat de rasuitstraling mist. Wel een voldoende lange hals heeft, maar iets neklengte mist. Merrie heeft in bouw wel een voldoende lang voorbeen, maar is toch iets neerwaarts gebouwd. Heeft een sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit, maar is iets week gekoot. Ook iets hol in het voorbeen. In de stap moet deze merrie toch meer paslengte laten zien. Ook meer lichaamsgebruik tonen. Hetzelfde zien we eigenlijk terug in de draf. De draf zien we liever met meer oprichting, ook met meer lichaamsgebruik. Is iets kort in de pas, heeft nog wel voldoende buiging in het achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag geen premie. The result of number 10, 5-year-old stadboekmare, 163. Mare with a sufficient racial type. Mare has a... has not a noble head, sufficient length in her forelegs, long neck, misses the pole of the neck, she has a good strong top line, sufficient clean legs, she's weak in the pasterns, a little bit hollow in her forelegs, in the walk, she must show more length in her strides and more use of her top line, and in the trot she can show a more uphill trot with more use of her top line, more and more bending in her hocks. Today she gets no premium.
De uitslag van nummer 11, een vierjarige Mary, heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Mary zou een iets jeugdiger opdruk kunnen hebben, mist ook iets de lang gelijndheid in het lijf. We zouden ook graag iets meer lengte in het voorbeen willen zien. Mary heeft wel een goede rasuitstraling met een verticale hals. Die wel iets meer lengte kan hebben. Is in de hoofd-halsaansluiting iets zwaar. Heeft wel een voldoende lengte in het schouder. Ook een voldoende bovenlijn die misschien op de rug iets sterker kan. In het beenwerken is correct gesteld, maar zou iets meer kwaliteit kunnen tonen. De stap is takmatig, voldoende ruim, maar mist iets de kracht. In de draf maakt hij voldoende ruimte, ook met een voldoende buiging in het achterbeen zou het achterbeen iets sneller en directer onder de massa kunnen brengen, maar heeft voldoende kracht in de draf. Deze Mary krijgt vandaag een derde premie. The result of number 11, 4-year-old startbook mare, height at Withers is 162. A mare with a good racial type, with a good vertical neck. The neck can be a little bit more longer. Also, the forelegs can have more length. She's a little bit heavy in her head neck connection. The top line is sufficient, a little bit sloping in the croup. The quality of the legs is sufficient. The walk is regular with a sufficient length of strides, but she can have more power in the walk. The trot is also with sufficient length in the strides and sufficient bending in the hocks, but she can bring her hind leg more under her body, but she has a good power in the trot. This mare gets a third premium for this mare.
de uitslagen van nummer 12, een vierjarige veulenboekhengst. De schofthoogte is 1 meter 61. Een hengst die veel rasuitstraling heeft door veel front. Dus heeft een lange hals, een verticale hals die iets, toch iets zwaar aandoet. Heeft een edel hoofd. Iets stijl in de schouders zou in de bovenlijn toch meer aansluiting moeten laten zien. Is met name op het ruggedeelte de hele week. Het beenwerk moet ook meer kwaliteit tonen. Is gehoekt ook in het achterbeen. In stap laat hij wel een voldoende ruime pas zien. Maar zou het meer buiging in het spronggewricht kunnen tonen. In de voorbeen aflopen is hij Frans. In draf mist deze hengst toch de coördinatie en zou in draf meer takt mogen laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster. The result of number 12, 4-year-old full bookmare. Height at withers is 161. Stallion with a good racial type because of his long vertical neck, also a noble head. He's a little bit heavy in his neck. His top line is weak. The croup is sloping. He can show more quality in his leg work. He's very sickle hocked in his hind leg. The walk, he walks with long strides, but must show more bending in his hocks. In the forelegs, he is toeing out. The trot is must show more regularity. This stallion is not declared star. Dat is een rode tent. Kom maar, braaf. Kom maar. Braaf. Kom maar. Kom maar.
De uitslag van nummer 13, Veulenboek Hengst met een schofthoogte van 1,65 meter. Een hengst die voor zijn leeftijd iets vroeg rijp aandoet. Wel een hengst met veel rasuitstraling, veel front en ook veel behang. Voldoende edel in het hoofd. Heeft ook een goede voorbeenlengte. Is in zijn hoofd-halsuitslating wel iets zwaar. Hengst heeft een vrij strakke bovenlijn met een goede lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets stijl gekoten voor. In de stap moet deze hengst toch meer paslengte laten zien, is iets kort. Zou ook meer buiging in de sprongen kunnen tonen en meer lichaamsgebruik. De draf draaft hij voldoende opwaarts, ook voldoende ruimte in het achterbeen. Maar zou het achterbeen iets actiever en iets sneller onder de massa kunnen plaatsen. Deze hengst wordt vandaag geen ster. The result of number 13, height at withers is 165. Stallion with a good racial type, a long vertical neck, also a noble head, a lot of manes. He's a little heavy in his head-neck connection. Has a long neck, very tight top line, and much length in his croup. The legwork is sufficient clean. In the walk he has he's short, he must show longer strides and more bending in his hocks. In the trot he is sufficient uphill with a sufficient length of strides, but he can bring his hind leg more under his body and show more bending in his hocks. This stallion is not declared star. Nou, het weer wordt een beetje droger, gelukkig maar. Het wordt ook wat lichter hier. Dit was de laatste locatiekeuring voor dit jaar. Vorig jaar zijn we gestart met de locatiekeuringen ook hier bij Albert Lux. En dit jaar sluiten we dan ook af bij Albert Lux. We willen de familie Lux bedanken ook voor de gastvrijheid hier. Ik wil ook mijn collega's Popke en Piet bedanken voor de vlotte keuring en de en het goede overleg wat we hebben gehad. Willen jullie ook uitnodigen om zondag 4 juli de livestream te kijken van de Fokdag in Kronenberg. En op 10 juli hebben we de Fokdag Midden-Nederland in Lunteren. Zo hopen u daar ook weer te kunnen ontmoeten, misschien live en misschien via de livestream. In ieder geval bedankt voor het kijken. We also want to thank our foreign viewers. We want to thank the family Lux for their hospitality. And I want to thank my colleagues Popke and Piet for the cooperation. And we hope to see you next time.